In deze aflevering zullen we het hebben over de onlangs aangekondigde maatregelen. Ik was op bezoek bij minister Ammar Ramadan, waarbij hij wat meer duidelijkheid geeft over de maatregelen. Goeiedag, u kijkt naar het COVID-19-journaal van vandaag, maandag 29 november. Gisteren werden op de persconferentie de nieuwe maatregelen aangekondigd. Tot een ieders verbazing werd de lockdown teruggedraaid van 11 uur naar 9 uur. Op social media hebben heel wat mensen, waaronder de horeca, hun misnoegen geuit en vragen zich af waarom de minister dat gedaan heeft. Minister, bent u verantwoordelijk voor de besluiten? De minister van Volksgezondheid heeft geen... Laten we zeggen, ik neem niet alleen het besluit. Ik ben misschien wel het gezicht die de besluiten doorgeeft. Maar wij laten ons altijd adviseren door deskundigen. In dit geval zijn er medische deskundigen die in het outbreak management team zitten. Er zijn ook andere deskundigen die in andere sectoren zitten die we raadplegen. En er wordt binnen de regeringsraad ook vergaderd. Onder leiding van de president, de vicepresident, andere ministers. Die allemaal vanuit hun invalshoek eigenlijk rapporteren, feedbacken. En dan wordt er uiteindelijk een gebalanceerd besluit genomen door die regering. Zo ook dit besluit. En je hebt uiteraard ook de Nationale Assemblee die geïnformeerd wordt over het besluit. Maar de kritieken zijn vaak gericht tegen één minister of één autoriteit, om het maar zo te noemen. Het is nou eenmaal een gezondheidscrisis, dus je kan niet verwachten dat men kritiek gaat leveren op die onderwijsminister. Want het is een gezondheidsprobleem die ervoor zorgt dat er maatregelen ontstaan. En dan krijg je uiteraard, en ik ben gelukkig niet de enige minister, er zijn al 300 zoveel ministers in de wereld die haast elke dag gebombardeerd worden. Ik heb ook heel goed contact met de minister van Nederland, mijn collega Hugo de Jonge, met wie we heel goed contact hebben. En wij discussiëren ook, hij is onder zware druk op dit moment. Maar het is niet anders. We hebben continu aan de lopende band rechtszaken, we hebben kritiek, we hebben protesten, we hebben... Ja, brieven en petities, noem het maar op. Maar we proberen daarmee om te gaan. Met betrekking tot dat van de groep verontruste burgers, die eigenlijk ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen de staat vanwege vaccinatiedwang. Ik heb het gisteren even aangehaald, dat er nergens sprake is van vaccinatiedwang. Het is feitelijk een zinloze discussie. We hebben daarover nooit gesproken. We hebben altijd gezegd dat het een motiverend beleid is, stimulerend, dat mensen gaan motiveren. En als men niet wil vaccineren, hoe lang ga je door met het motiveren? Toch? Dus ik bedoel, dat zal ook op een gegeven moment het besluit moeten zijn. If you know wanneer, dan ga jij ervoor moeten, jij gaat zelf moeten dealen met de gevolgen van het virus. Maar het is wel heel egoïstisch en asociaal om je niet te laten vaccineren. Terwijl je dus best weet dat je een groot gevaar vormt voor de gezondheid van anderen ook. Dus daar wil ik wel op benadrukken en daar gaan we beleid op gaan maken. Dus er zijn genoeg ministers in de wereld die continu ook opstappen. Er zijn ook ministers die bedankt worden, er zijn ook ministers die blijven doorgaan en blijven vechten tegen alles wat te maken heeft hiermee. En ik ga gewoon door, ik probeer dat uiteraard te doen naar mijn beste vermogen. En ik vraag daarvoor ook begrip, sympathie van die samenleving. Want uiteindelijk zitten we niet in een kantoortje alleen maar na te denken en hoe gaan we de mensen straffen. Dat is het niet. Dat van het einde van die maatregelen is wanneer je uiteindelijk alles op een rijtje hebt gezet. Je hebt gekeken naar de voor- en nadelen. Maar met name het belang van die burger, zijn gezondheid of haar gezondheid, dat is op de eerste plaats op dit moment. Minister, u gaf aan tijdens de persconferentie dat dit besluit niet is genomen op basis van epidemiologische data, maar op basis van onverantwoord gedrag van mensen die dan ongebreideld feesten en ook de horecasector die muziekformaties op de terrassen toestaan. Is dat de reden geweest voor het terugdraaien van de lockdown? We hebben inderdaad die avondklok moeten terugbrengen. Waarom? En dan wil ik het even graag toelichten. We hebben steeds weer het beleid gehad als de situatie verbetert, de R blijft onder 1, het besmettingspercentage daalt, de aantal cases dalen, maar ook de situatie in de ziekenhuizen wordt beter,
dan krijg je verruiming, je krijgt relaxatie van maatregelen. Dat is wat men gewend is. Men is dit niet gewend wat we hebben gedaan. Maar het kan ook. Waarom? Je neemt niet altijd besluiten alleen op basis van een epidemiologische situatie. We hebben geanalyseerd. U hebt gisteren gezien in de persconferentie was de arbeidsinspecteur daar. De generaal. En heeft aangegeven wat de constateringen zijn geweest. We zijn allemaal op Facebook. We zijn allemaal op social media. We zien flyers. Ik heb die flyers bewust laten publiceren gisteren. Niet om mensen te schande te leggen of name-shaming te doen. Het was alleen maar om aan te geven op welke schaal er organisaties zijn die planningen maken voor evenementen. En als je ziet dat je zo hard hebt gewerkt als regering, je de zorgwerkers zo hebt met man en macht hebt zien werken, en je bent nu vandaag aan de dag op de situatie waar je kan zeggen, ai, we hebben weer wat rust. En het is weer voor ieder dat de zorgwerkers straks een rustige kerst ook kunnen hebben. Na vorig jaar dat niet gehad te hebben, waar u weet het in december door die golf in 2020. Kunnen we dan niet respect voor elkaar opbrengen en zeggen van, hé, we hebben al 1200 mensen verloren, 1200 Surinamers. Productieve, niet productief, het maakt niet uit, het zijn Surinamers. Oud of jong, het maakt niet uit. Elk leven welke het verloren gaat ten koste van COVID-19 is voor mij één te veel. Ik vind het heel jammer. Maar er zijn ook zoveel mensen van wie je ziet dat ze mensen hebben verloren, dichtbij. En dan nog zeggen ze van, meneer Spang, Libi, moest Libi. We gaan ontspannen, we gaan los. En dat is dus precies waar wij zeggen van, we gaan even op die rem moeten drukken. Want waarschijnlijk word je te enthousiast. Waarschijnlijk besef je niet wat er internationaal gebeurt. Waarschijnlijk weet je niet hoe de situatie in Europa, Afrika, Azië, Amerika nu is. Je beseft het niet, totdat het voor je deur staat. En dan ga je die overheid weer verwijten. Maar je hebt niets gedaan. Je moest toch die dingen sluiten? Je moest toch het beleid scherper stellen? Ga je wachten tot het voor je deur staat en dan pas maatregelen treffen? Dus dat zeg ik, wat je ook doet, het zal niet goed zijn. Hadden we niets gedaan, hadden we gisteren niets aangekondigd, geen maatregelen verscherpt, niets. Dan zouden we zeggen, look what, Sanja. De hele wereld scherpt het beleid aan en deze regering gaat lekker wachten op het virus, op een variant. Dus we proberen, en ik vraag daarom begrip. Begrip van die gevaccineerden. Begrip van dat deel van de samenleving die niet aan het feesten is. Want ik weet het, het doet u waarschijnlijk ook pijn. U hebt geluisterd naar ons. U blijft thuis. Als het niet nodig is, gaat u niet eruit. U gaat gaan vaccineren, want u wilt zichzelf beschermen en anderen. Maar we hebben nog een heel lage vaccinatiegraad. Zelfs landen waar al een redelijke vaccinatiegraad is, maken nu ernstige golven mee. En dat komt onder andere ook door het onverantwoord gedrag van mensen. En dat is die maatregelen van 11 naar 9. De horecasector maakt zichzelf nu een beetje populair door te gaan protesteren. Maar die maatregel is niet genomen om de horecasector alleen. Dat is een signaal die de regering geeft van, hallo, wij constateren dit. Wat ik tenminste had verwacht van de horeca, is dat men zegt van, inderdaad, we hebben inderdaad een beetje vrijgegeven. Trouwens, ik heb met de voorzitter ook gesproken, een weekje terug, de beelden ook getoond, voordat ik het op die persconferentie heb gebracht. Ja, aangegeven, dit was niet de afspraak die we hadden. En dan moet u niet boos worden straks, ik ga u die app wijzen. U moet niet boos worden als er straks weer maatregelen komen, om de vijfde golf te voorkomen. Maar uw verantwoordelijkheid hebben we niet gezien. En dan moet geen enkele groep, sorry om het zo te zeggen, een petitie gaan indienen of wat, en verwachten dat we gaan meewerken aan uw wensen. Als je een goed voorbeeld geeft, er zullen ook heel veel goede voorbeelden zijn binnen de horeca, moet ik ook toegeven. Mensen die netjes hun terras houden voor bezoek alleen, voor eten, een groep van 4, 5 mensen kunnen eten. Er wordt nauwelijks gevraagd naar een vaccinatiekaart. We hebben gezegd indoor dining voor gevaccineerden. Nou, ik kan u stellen, de informatie die ik heb van de arbeidsinspectie, op steekproef geweest, ze zijn naar indoor dining geweest, er is nooit gevraagd naar een vaccinatiekaart. Waar is die verantwoordelijkheid? Gaan we ook indoor dining moeten terugdraaien? Dan krijg je weer een protest.
Maar in het kader van die bescherming van die samenleving zal dat wel moeten. Dus daarom vraag ik nog steeds begrip. En laten we niet onszelf in een situatie plaatsen waar we inderdaad die polarisatie gaan krijgen. Laten we niet zomaar mensen gaan opjutten, ophitsen om te gaan zeggen, die regering meent het niet met u. Juist niet menen we het met u, want we willen u juist beschermen. Straks wanneer het kerst is en die situatie heel gunstig is, dan kan de regering zeggen, hé, we willen toch iets voor de samenleving teruggeven. Aan de samenleving teruggeven van, hé, ga je Oroejaar vieren op een verantwoorde wijze. We kunnen het risico nemen. Maar als we nu al beginnen, december is nog niet eens aangebroken en we beginnen nu al met die ongebreidelde feesten. En nog een ander ding. We hebben gezegd, artikel 3 lid 5 presidentieel besluit. Het is verboden om feesten, inclusief huisfeesten, te organiseren. Ik weet niet wie de horeca onder andere, maar ook mensen die thuis feesten, toestemming vergeven. Met een vaccinatiebewijs mag je feesten. Nee, waarschijnlijk is dat in verkeerd begrepen. De opura denk je dat even. Kutakatori. Want een vaccinatiebewijs is alleen gevraagd bij indoor dining en bioscoopbezoek. Terrasbezoek, openlucht, je mag. Het is bekend. Als je muziek zet en alcohol, is er een sfeer. En mensen gaan feesten. Ik heb ook gezien het laatste evenement bij drive-thru. Ook zal wel gevaccineerd zijn, maakt niet uit. Maar je ziet dat die band roept mensen, kom dansen. Kom dansen, kom sfeer maken. Daar gebeurt het. Ik heb geen bezwaar tegen drive-thru evenementen, tegen veilig, covid-veilige evenementen. Maar daar gaat het mis. Wanneer de muziek is, de mensen zijn getraind. Die muziekbandjes zijn getraind om sfeer te creëren. Dat is hun werk. En men speelt in. Het moment dat er alcohol in het spel zit, word je losbandig. Je bent niet meer jezelf. Dus dat is het gevaar. En daarom dat ik zeg, ik zie zelf plekken. Misschien kunt u die flyer tonen. We are COVID safe. Hoe? Hoe ben je COVID safe? Dus eigenlijk wil ik een delegatie van Volksgezondheid sturen naar die plek om getraind te worden hoe je een plek COVID-safe moet maken. Want dit is misleiding. Ja toch? En dan moeten we wel eens zijn dat wanneer er maatregelen komen, dan moet je toegeven. Ik ben in de fout gegaan. Regering, ik ben in die fout gegaan. Dat kan ook het antwoord van de horeca zijn. We hebben opgeroepen voor herorganisatie, nieuwe plannen. Laten we praten. Ga niet zo drastisch. Maar dan merk je eigenlijk dat er komt een protest. Ik weet niet met welk doel, maar de regering moet wel aangeven. We geven aan, wij zijn verantwoordelijk voor het beleid. Wij gaan het beleid maken. We willen ook niet verweten dat we niets hebben gedaan. Maar als we iets doen, doen we het. Omdat we merken en constateren waar het fout gaat. En dan merk je het nu nog niet in die cijfers. Maar als we niets doen, kan het best zijn dat we rond 15 december weer een piek hebben. Of weer pieken beginnen te zien in infectiecijfers. Gaan we dan pas optreden wanneer die verspreiding al goed heeft plaatsgevonden? Of gaan we nu optreden om even die rust weer te creëren? Dus ik roep alle feestgangers op ook, voorlopig feest nog dit. Ga niet meewerken eraan. Want ik kan u wel zeggen dat het minus is en Juspol, arbeid en andere handhavende instanties gaan nu heel zwaar komen en optreden. Minister, bedankt voor de uitleg. En laten we dan maar hopen dat het wat duidelijker is geworden voor de mensen. Er zal dus heel hard opgetreden worden tegen feestgangers en organisatoren van evenementen. Aan politie-inspecteur Henry Seedorf vroegen wij hoe de handhaving er nu uit zal zien. Sowieso hebben we nu in de planning een verhoging van onze algemene surveillance. Dat betekent dus dat niet alleen op het gebied van de COVID-handhaving, maar ook algemeen de politie zichtbaarder zal zijn, zoals het jaarlijks het geval is. We hebben dus wat operaties in voorbereiding, of één operatie in voorbereiding, waarbij landelijk we de surveillance zullen gaan verhogen. En de COVID-handhaving valt sowieso onder de prioriteitsgebieden. Feesten organiseren is niet aan tijd gebonden. Het is in strijd met het samenscholingsverbod. En als zodanig, ik heb bij de persmeeting van daarnet aangegeven dus dat er een fikse boete staat op de overtreding daarvan. De politie, zoals bij elke constatering van overtredingen, in de zin van het houden van feesten,
treedt de politie op, zaken worden in beslag genomen, boetes worden opgelegd. En dat is tot nu toe het geval geweest. Houdt u zich aan de maatregelen. Niet omdat we de gevallen zien dalen, wil zeggen dat COVID niet meer bestaat. Er is een nieuw variant waarover we in een andere aflevering meer over zullen vertellen. We moeten voorkomen dat we de maand december onder strengere maatregelen onze feestdagen zullen moeten doorbrengen. En dat doe je door je te houden aan de maatregelen en in het bijzonder de Mohana-maatregelen. We gaan eruit voor vandaag en zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Tot dan!